Ja, dat is best wel veel toch? En soms komt het aan de oppervlakte en dan vertaalt het zich in leegstand, zoals hiernaast. Maar meestal zie je het alleen maar terug in stille armoede. Laten we niet vergeten in maatschappelijke last. Want wist u dat iedere onderneming die ermee stopt, dat gemiddeld voor de samenleving 50.000 euro aan kosten met zich meebrengt? En een groot deel daarvan is in uitkeringen. Terwijl uit ons onderzoek blijkt dat de helft van die ondernemingen die uiteindelijk stoppen, dat die in de basis gewoon levensvatbaar zijn. Maar ze hebben ergens tegenwind gehad en weten vervolgens niet waar ze naartoe moeten. Ik ben Han Dieprink. Ik ben algemeen directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. En wij helpen samen met gemeenten ondernemers in goede, maar ook in slechte tijden. Bestaande ondernemers verdienen in deze tijd echt meer aandacht. Het wordt hoog tijd dat de gemeenten in actie komen. Wilt u dat niet vanwege de ondernemer zelf, dan toch zeker om leegstand tegen te gaan, om de bedrijvigheid van de gemeente vast te houden en last but not least ook om de toename van uitkeringen tegen te gaan. Het lijkt mij een eenvoudige business case. Hans, de gemeente Arnhem heeft zich als eerste aangesloten bij het hulploket voor ondernemers, 155 Red een Bedrijf. En daarmee geeft de gemeente expliciet aan dat ze aandacht willen besteden aan de bestaande ondernemers in de stad. Wat beoogt de gemeente daarmee? Ja, onze gemeenteraad heeft vorig jaar een motie aangenomen met het verzoek aan het college om te onderzoeken hoe ondernemers geholpen kunnen worden werkgelegenheid voor de stad te behouden. Er werd toen gedacht aan een fonds waaruit geput kan worden en waarmee ze geholpen zouden kunnen worden. Wij zijn toen in gesprek gegaan met ondernemers uit Arnhem, hebben onderzocht waar hun belangstelling naar uitging. Nou, die bleek eigenlijk veel meer te liggen in de hulpvraag. Waar kan je informatie vinden en hoe kun je daarmee aan de slag als ondernemer? Toen zijn we om ons heen gaan kijken en zijn we terechtgekomen bij jullie initiatief. Dat hebben we per 1 januari gestart. We verwachten er wel veel van, maar we zijn nog niet zo heel erg lang bezig. Dus we zullen af moeten wachten wat de resultaten zijn. Als Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf hebben wij de moeite mee dat er zoveel ondernemers onnodig onderuit gaan, alleen maar omdat ze de weg niet weten te vinden of om het zich te laten melden. En daarom hebben wij 155 Red een Bedrijf in het leven geroepen, waarmee we de gemeente een heel laagdrempelig instrument bieden om iets voor die ondernemer te doen. Haarlemmermeer is een typische ondernemersgemeente. Per jaar starten zo'n 900 nieuwe bedrijven hier in Haarlemmermeer. En dat is goed. Dat is goed ook voor de werkgelegenheid. Maar het betekent ook dat we het bedrijfsbestand moeten koesteren. En dat betekent dus dat wij ook als Haarlemmermeer, als gemeente, natuurlijk graag willen dat die bedrijven niet na 1 jaar, na 2 jaar, na 3 jaar, maar ook nog langer daarna gewoon onderdeel uitmaken van ons bedrijvenbestand. En dat is dus misschien ook een van de redenen waarom het goed zou kunnen zijn dat je gebruik maakt van de diensten van 155. Juist om ook te zorgen dat die bedrijven die er zijn, er ook kunnen blijven. Maatschappelijke kosten is een belangrijk begrip in dit verband. Hè. Op het moment dat een bedrijf failliet gaat, of het nou klein is of groot is, heb je ook te maken met maatschappelijke kosten. En dat is natuurlijk iets wat je ook als bestuurder, als wethouder in mijn geval, van een belangrijke gemeente als Haarlemmermeer, meeweegt in de besluiten, in de stappen die je gaat zetten. Dus maatschappelijke kosten, en die beheersen als het gaat om faillissementen, of om zelfs misschien reorganisaties, hè, een mildere vorm die er eigenlijk aan een faillissement natuurlijk vooraf gaat. Dat is een belangrijke overweging. Kijk, hier gaat het intussen een heel stuk beter. Maar dat geldt zeker niet voor alle ondernemers in de stad. En die hebben de hulp van de gemeente heel hard nodig. Met 155 zijn we intussen in verschillende gemeenten bezig. Bent u ook geïnteresseerd om aan te sluiten bij de hulplijn voor ondernemers? Ga dan naar 155.nl/ en dan de naam van uw gemeente. Dank u wel.